sound about right. Yeah. Okay. Butch him. Butch him. They ran from him, didn't they? Baron heeft in elkaar butchen, ja. Okidokie, hier is Korps er weer. Nieuwe aflevering van The Witcher 3. Welkom in deze video en bedankt iedereen die mijn vorige video's hebben geliked en berichtjes hebben achtergelaten. Helemaal fantastisch, wordt erg gewaardeerd. En zoals ik in het vorige filmpje al aangaf, problemen met een geit, dat gaan we vandaag oplossen. Ik heb een tip gehad van Pixel Gaming. Geweldige tip. Daardoor kunnen we mogelijk die geit naar huis krijgen. De link van Pixel die zet ik hieronder. Dus mochten jullie op zijn kanaal willen kijken, dan kan dat door op de link te klikken. Wij gaan nu verder. Vooruit met de geit. Dus. Zoals jullie zien ben ik zelf een plekje gestegen van linksonder naar linksboven. Dit komt omdat ik daardoor mijn instrumenten wat beter kan zien. En ja, de tip die ik dus kreeg van mijn maatje Pixel Gaming, die liet mij zien dat ik dus gewoon op mijn muiswiel moet klikken. En dan gaat er een belletje rinkelen. Gaan we. Kom op, geit. Terug naar huis. En dan pak ik bellen. Ik denk niet zo veel. Wat is een witcher compared to a patch of wild strawberries? Come on, damn it. Yeah, let's go. Do I really have to keep ringing this bell? Come on. Come on, take you back to the peller. Misses you something awful. So is that. Doe nog maar even een belletje. We zijn er bijna. Hallo. Oh, geiten. Kom op. En dan ben ik te grazen hier al. Oh. Holy crap. Oké. Dit wordt spannend. Voor hem dan natuurlijk. In zijn flank, in zijn flank. Ja, that's the spirit. Oeh, klatser. Kom maar. Oh. Ja, op de helft. Come on, big bear. Oeh. Crap. In zijn kont. Daar zitten geen tanden in zijn kont. Alright, I did it. Oké. Dan eens even kijken. Wat heb jij bij je? Huiden. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Ik geloof het wel. Even kijken. We moeten daarheen. Daarheen. Kom maar. Come on. Bellen. Even bellen met bellen. Nou, zaken gaan goed. So far. Eens even kijken. Dit moet dat hok zijn. Kom ik op. You're no roach. I bet we can be friends in time.
You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Vrienden worden met een geit. Ik heb al een vriendin. Dat is bijna hetzelfde. Dus dat slaan we over. Princess, flee not from the pillar, for there are wolves about. Oké. Vreemd ventje. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Oké. Ja, dat lijkt me wel handig. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, you might be in danger. The white wolf helped the Pella, and so the Pella shall help him. Kijk, daar hou ik van. We need blood, a living being. Oké. Fine, be right back. Ja, even een zak bloed halen. Ligt het aan mij of hoor ik nog steeds die bel? Sorry mensen. Will this do? Tuurlijk. Een shaman. Of een priest. Maar ze is wel gek op kip. En ratten. Yummy. They are not here. They have gone. Blood. I see blood. Whose? No one. No Tamara. Just a child. Enge vrucht. A child that lives not, yet did not die. What? Hallo, kan ik één doen? Ja, ik kan gewoon op één klikken. Makkelijker. Why Anna's? Anna was pregnant. She was. And she miscarried. Okay. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Ah, ja. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is. And he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind. But Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders. Oh ja, tuurlijk. A botchling. Yeah. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. It is a being cursed. And ew. Lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Waar is die verstopt? Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it midnight, near the grave that lies empty. Alright. What you say is true. The Baron ought to know where that grave is. Juist. Dan gaan we die baron eerst even. Tuurlijk. Oké, mensen. Did it. Nou moeten we eens even spieken waar we heen moeten. Even kijken, read the bestiary to learn more, dat hoeft niet. Talk to the baron. Alrighty then. Die baron heb er even wat uit te leggen, geloof ik. Ja. Oeh.
Op naar de baron. Die dikke, die weet er meer vanaf. En ja, wij nog niet. Oeh. Not good. Not good. Alright. Oh, really? Pijl in mijn rug. Laffe larve. Kom op, gas erop. We moeten de rivier over. Eens even kijken. Hoe komen we daar? Even de mapcheck, pieps. Daar moeten we heen. Hoe komen we daar? Ah, de brug is daar, weet je. Ik ga hier wel even naartoe. Ik ga hier wel even naartoe. Niet dus. Topspel. Misschien kan ik er hier overheen. Dan sneaken we hier tussendoor. En dan zijn we er. Ja, laten we dat maar proberen. Dan ga ik eerst naar de overkant. Oh, man, 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 man. Wat een... Een paard met watervrees. Hoe kom ik erop? Ik ga wel terug naar die... Naar die brug daar zo. Dat lijkt me een stuk makkelijker. Hangjeugd. Eens even kijken. Zullen we hier... Iha. Checken die mappie. Nog lang niet. Man, man, man. Oh, het staat aardig in de fik daar. Oh. Dat is niet goed. Daar is iets los. Daar zie ik een brug. Must be it. Oh yeah. Oké, okay, nou. Shoot, alles goed. Die dikke, dikke, dikke dokie. We zijn er. Nou. Wat is hier allemaal aan de hand, jongens? Er is hier van alles onderhand. Er is hier wat gebeurd in mijn afwezigheid. Ga aan de kant. Sorry. Wat is het hier druk? Zal ik maar even doen. Leuk hè, als je geen stipjes hebt, dan weet je bij god niet waar je heen moet rennen. Oh man, oh man, oh man. Even kijken. Ja, dit poortje was het volgens mij. Dus, dan moeten we hier even omheen chasen. Like it so. Nee hoor. Ik ga dat even oplossen hier. Echt, ze zijn gek op bellen in dit spel. Ik kan geen bel meer zien. Geen geit ook trouwens. Ah, rennen betters. Er is iets los en ik wil weten wat. Nou, laten we eens even zien. Stal is dan in de brand. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? I believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Ja. Hurry now, quick! Nou, nou, nou. Kun je zelf ook doen. Mafkikker. Wat te doen, wat te doen. Save the stable hand and the horses. Oké. Okay. Dat is even een dingetje. Dit is even een dingetje. Locked. Tuurlijk. Damn it.
Ah, we kunnen hier er wel doorheen chasen. Of zo. Ik ben toch vuurvast? Ik zit wel vast. Kom ik hierin? Daar. Ja, fire spreading. Come on! Move it! Holy crap. Strong attack, jump. Keuzes, keuzes, keuzes. Ah, kijk. Ga gewoon naar boven. Zo moet. To the rescue. Moet maar even wat kistjes looten. Ik ben erna toch. Zo. Even kijken, dan moet ik hier naar beneden ergens. Hop. Nog meer naar beneden. Ja, we gaan nog meer naar beneden. Ga zo op. Hoppa. Ik heb niet veel, meer over, hè? Zeg je maar. Zeg maar zo. Open de main door, ja, dat snap ik. Geen lucht meer. Oh, dit gaat fout. Foute boel. Open de main door. Ik ga dood. Zoek je eigen de schompers. Nou ja mensen, we proberen het gewoon nog een keertje. Valt niet mee. Als ik er nog nooit geweest ben. Ik speel dit ook voor het eerst. Het is niet dat ik dit spel heb uitgespeeld en het daarna aan jullie laat zien. Ik ben net zo noobie als dat jullie het zien. Ik speel dit voor het eerst. Dus ja, dat is eventjes een dingetje. Nou, gaan we nog een keer proberen hier langs te komen. Aan de kant jullie. Let me... Ja, snel aan de kant. Coming through. Personeel. Move it. Jij ook, jonge dame. Hou me op met die bel. Ik weet dat het in de fik staat. I know, I know, I know. Nou, ik kan ook natuurlijk een andere kiezen zometeen, maar ja. Nee, niet slow. Gas erop, jochie. Come on. Oké. Okay. Let's see. Ja, kennen we al. Mag ook wel naar de orthodontist, die kerel. Wat? Fire. The blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies in no rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Open the main door. Ja, dat is een goeie. Houd je kop, jongen. Nu staat hij te wachten. En dan moet ik opschieten. Sukkel. Nou, eens even kijken. En die trap, dat was een goed idee. In ieder geval. Op het top, top, top. Dat kiesje vond ik ook een goed idee. Allemaal leuke spullen. Hoppakee. En nou gaan we kaart naar beneden. Hier ook maar naar beneden. Hop. Jump. Oké. Okay. Ja. Nou moet ik die deur openmaken. Dit is even een dingetje. De main door. Open de main gate. Hoe dan?
zie ook echt helemaal geen ene malle moerie. Loop eens door, jongen. Ik ga kapot hier. Oeh. Juist. Oh. Nog nooit zo lang mijn adem ingehouden. Echt. Voordat het E opende doorkwam. Dit lang. But we did it. We've a hero in our midst. Ja. Miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? Zo is dat. Fuck are you suggesting? Dat je erop gaat. Bollehok. Finally they'd had enough and fled. Sound about right? Yeah. Okay. Botsem. Botsem. They ran from the dip. Baron heeft in elkaar butsen, ja. Vrouw en kinderen een beetje aanpakken. Dat... Zo. Dorstig. We need to talk. Juist. Bloedzuiger. Nou mensen. Dit filmpje nog even bekijken en dan is het weer een mooie aflevering voor vandaag. Iedereen bedankt voor het kijken. Sit down. Ja, ga maar even zitten. You beat them. Zo is dat. Never laid a finger on Shemara. Not once. And on Anna. That's another story. Mochten jullie dit een leuk filmpje vinden, dan weten jullie hoe jullie dat kunnen laten blijken. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Abonneer op mijn kanaal. Missen jullie geen enkele aflevering? Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Een hele dikke. Staat er niet tussen. Maakt niet uit, we gaan erachteraan. Much matter now. I know how to find them. How? I know about the baby. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. Right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. Large bump on my head. Sadly, they were gone. En terecht. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing. Only the bottle. Mm-hmm. En daarvoor ook al, denk ik. For all this, she see you quarrel. Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. Zit er wat op je neus? My breath short, my throat locked. I neared the bed, and
and saw it. It lay there. Tiny thing. Defenseless. On bloodied sheets. Dead. And it was my doing. Juist. Leer hem aan mijn leven. Maybe you do it, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that. Damn you! I gave no thought to it. It was a horror. I wanted it to end. Een paar klappen heb je. Kan ook. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. Ja, dat is lullig. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Yes! The deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. Juist hem. Slimmerik, hè, meneer. One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of lubberkin. A guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? Het wordt steeds gekker. We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Makkelijker. Let's do it. Do not kill my child. It's suffered enough already. Oh. Lift the curse that it may finally rest in peace. Okay. Okay. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her. And I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Either way. Okay. Okay. The sooner we resolve this, the better. Mm-hmm. Let's do it tonight at midnight. So is that, Mincy? Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Yeah. Let us stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. Heb je dat? Try to sober up. Juist. Do I take a shovel? Dig up the grave. Take it. You'll need it, but not for that. Nee. Nou, dat was weer een lange zit, mensen. En we blijven nog even zitten. A bit further. Follow me. Ik vertrouw die vent voor een meter. Oké, mensen, zoals ik al zei, dit is weer een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken allemaal. Volgende aflevering gaan we achter dat ventje aan. Doei.